om iedereen vandaag want 47 procent van de me, uh, want vandaag 47 procent van alle mensen die worden vrijgelaten uit de gevangenis keren binnen twee jaar terug in de criminaliteit en meer dan de helft van alle misdaden in Nederland worden gepleegd door ex gedetineerden terwijl een van de hoofddoelen van de justitiële inrichtingen juist bijdragen aan een vermindering van de criminaliteit is. En ook wordt er vanuit verschillende hoeken geprobeerd om dat recidivecijfer, dus hoeveel mensen binnen twee jaar weer terugvallen in de criminaliteit, geprobeerd te verminderen, maar het resultaat blijft tot nog toe uit. En stel je nou eens voor als meer dan de helft van alle patiënten in het ziekenhuis uh, ineens zouden overlijden. Dan zouden we dat toch ook niet accepteren? Alsof meer dan de helft van onze examenleerlingen zou zakken. Dan nemen we daar ook geen genoegen mee. Het strafrechtssysteem bereikt niet waarvoor het is ontworpen. De gevangenissen bereiken niet waarvoor ze zijn bedoeld. Het veilig maken van onze samenleving. Oké, okay, dus waar gaat het dan mis? Het huidige gevangenisbeleid is er zo op ingericht. Dat mensen uh, hun, hun straf uitzitten in een dag van bewaring. Dagbestedingsprogramma's bestaan voornamelijk uit arbeid, luchten, recreatie, geestelijke gezondheid en de verzorging daarvan en het eten van maaltijden. En daarnaast kunnen gemotiveerde gedetineerden ervoor kiezen om onderwijs te volgen, waardoor hun, succes op, waardoor hun kans op succes na vrijlating groter wordt. Maar tegenwoordig met een strafblad en ook vaak zonder diploma nog, is het bijna onmogelijk om aan een baan te komen. Waardoor de kans dat je terugvalt in de criminaliteit alsnog heel erg groot is. En laten we nou eens een kijkje nemen naar de omgeving waarin deze gedetineerden zouden moeten werken aan een betere toekomst. Dit zijn kale omgevingen. Die er niet aan bijdragen dat ze gemotiveerd worden om hier iets aan te doen. En in, verge en in vergelijking met nog steeds het hoge recidivecijfer van 47% in Nederland, zouden we onszelf kunnen afvragen: besteden we wel genoeg van de tijd dat deze mensen hier opgesloten zitten aan het verbeteren en het creëren van een gemotiveerde omgeving? Werkt ons systeem wel goed genoeg in de richting. Van een lager recidivecijfer en vermindering in criminaliteit. En vooral, wat werkt er dan wel om mensen die de fout in zijn gegaan. te helpen om weer op het juiste pad te komen? Wij zijn onderdeel van Team Plantje voor Morgen en wij delen vandaag graag met jullie onze visie op duurzaam detentiebeleid. Want met een kleine omslag in ons denken. kunnen we al een hele grote. Vooruitga vooruitgang richting een detentiebeleid uh, uh, teweeg brengen, waardoor dat recidieve cijfer omlaag gaat en onze samenleving veiliger wordt. En daarin zien wij twee mogelijkheden. Ten eerste het vergroenen van de omgeving, want groen, dat maakt gezond. En niet alleen dat, het helpt ook stress verminderen en het heeft een motiverende werking. Dat is meerdere malen bewezen door onder andere de Universiteit van Wageningen. Het huidige beleid, het huidige detentiebeleid, heeft onvoldoende aandacht voor beplanting en vergroening in deze omgevingen van gedetineerden, wat er in de afgelopen jaren voor heeft gezorgd dat dit soort kale en demotiverende omgevingen de situatie zijn. En uh, deze kale en demotiverende omgevingen. Zijn een belangrijke oorzaak van mentale gezondheidsproblemen onder gedetineerden. Maar daarin zien we juist kansen. Wij zien een kans om zowel de fysieke als mentale gezondheid van gedetineerden te verbeteren door hun omgeving te vergroenen. En ook volgens het gelijkwaardigheidsbeginsel heeft iedereen recht op zo'n omgeving. Dus waarom ontbreekt dit nog in de praktijk bij gevangenissen? Het tweede aandachtspunt waar wij kansen zien liggen, is het bieden van duurzame kansen, stabiele kansen, aan gedetineerden. Waar wil ik bij te werk gaan in het gedachte, vanuit het gedachtegoed om hen te ondersteunen in plaats van alleen te straffen? Als een gids die iemand rondleidt, zien wij de mogelijkheid hen een route te bieden waarop zij hun kans kunnen pakken en wegen in kunnen slaan. Dat betekent dat rehabilitatie niet begint bij het einde, maar bij het begin. Als plantje voor morgen zien wij kansen om een educatief en arbeidsprogramma toe te passen en aan te bieden aan penitentiaire inrichtingen. Ook wel een moeilijk woord voor gevangenissen. Wij willen toewerken naar een gevangenissysteem waarin gedetineerden tijdens hun detentie skills en kennis op kunnen doen. die zij kunnen toepassen bij het opbouwen van hun toekomst na rehabilitatie. En onze programma's moeten daaraan gaan bijdragen. Zowel op arbeidsvlak als persoonlijk vlak. En van belang is daarbij dat gedetineerden zelf inspraak hebben in wat zij willen doen. Zien zij een toekomst in het bouwen van zonnepanelen? Willen ze daarvoor een opleiding volgen? Of willen ze leren hoe ze duurzaam kunnen koken wanneer ze thuis weer thuis wonen? Op deze manier willen wij met en voor gedetineerden een plan maken. Een groene toekomst is er voor iedereen en dient het doel te worden van rehabilitatieprojecten. Die gedetineerden voorbereiden om terug te komen in de samenleving. Zowel ideologische veranderingen in het denken over de vrijheidsstraf als ook wettelijke wijzigingen in het detentiesysteem zelf moeten daaraan gaan bijdragen. Waarbij generale preventie, dus het voorkomen van criminaliteit, altijd als basis ligt. Nu denkt u wellicht, jongen, wat een mooie idealen allemaal. Maar dat is toch hartstikke onrealistisch. Nou, als mijn antwoord daarop, zou ik graag uh, een kijkje met jullie nemen bij de recidivecijfers. Recidive gaat dus over het percentage ex-gedetineerden dat na rehabilitatie, dus nadat ze de samenleving weer inkomen, opnieuw de fout ingaat. En zoals je kunt zien, is dat percentage voor Nederland heel hoog in, in vergelijking met bijvoorbeeld Noorwegen of Zweden. Hoe dit kan? Noorwegen hanteert al enkele jaren een humaan gevangenisbeleid. Noorse gevangenissen zijn kleiner, schoner en de sfeer is er informeler, relaxter. Iedere gedetineerde verkiest deze open variant van detentie. De prikkel om er te blijven en om er iets positiefs van te maken is groot. En wij delen dat ideaal als plantje voor morgen... Om uh, dat gedetineerden en, uh, en gevangenissen iets positiefs teweeg kunnen brengen. Plantje voor morgen, onze naam zegt het al. Wij geloven in een groene toekomst. Met kansen voor morgen voor iedereen. Want de zaadjes die je vandaag plant, zijn morgen planten die bijdragen aan een betere wereld. En ook gedetineerden hebben recht op duurzame kansen, op een toekomstplan. Wij geloven. In de kracht van een humaan en duurzaam gevangenisbeleid. Maar om deze, dit toekomstbeeld waar te kunnen maken is een transitie nodig. En om die transitie in gang te zetten hebben we jullie hulp nodig, want dat kunnen wij niet alleen. Momenteel zijn wij nog op zoek naar workshopgevers voor onze eerste pilot, investeerders, maar bovenal gemotiveerde nieuwe teamleden. Jongeren die met ons aan de slag willen en samen met ons onze missie en visie willen naleven. Dus ik zou zeggen: spread the word, zodat we elkaar kunnen blijven ondersteunen en inspireren. Want de zaadjes die wij planten, bieden gedetineerden en de samenleving een plan voor morgen. Dankjewel. Wiep, Helene, dank jullie wel. Ik ben ontzettend trots op deze presentatie van jullie. Wow. En ik vind het ontzettend mooi dat jullie hier vandaag staan. En Durf, ik, ik moet even een stapje naar voren hoor ik. Hoe voelt het om hier te staan? Ja, het voelt enorm. Ik voel me enorm dankbaar dat ik hier mag staan. En dat we onze visie om dat duurzame detentiebeleid met iedereen hier mogen delen. En dat we iedereen willen inspireren dat inderdaad gevangenen en ex-geretineerden iets positiefs teweeg kunnen brengen. Ja, bijzonder dat we juist ook in deze tijd, coronatijd... dat we toch bijeen kunnen komen om uh, proberen elkaar te inspireren... en in contact te komen om samen mooie dingen te, waar te maken. Ja. en wij, wij als organisatie spreken jullie uh, maandelijks, twee maandelijks. Maar als je eens even aan de deelnemers vertelt... van het begin van het proces tot vandaag, wat, ga, wat gebeurt er? Wat gaat er door jullie heen? Wat moeten jullie meemaken? Ja, nou, het is een, een heel proces gaat eraan vooraf inderdaad. We zijn vrij spontaan begonnen... Um, en, en we zijn in de loop van de tijd met jullie hulp uh, en ondersteuning... uitgegroeid tot nou ja, daadwerkelijk een stichting. Volgende week mogen we onszelf daadwerkelijk een stichting noemen. Um, en ja, we gaan onze impact vergroten. Maar ja, zo'n klein idee, dat dat kan uitgroten tot zoiets groots eigenlijk. Ja, en Helene, als je dus de kijker thuis mee wilt geven... één boodschap bij het opzetten van een dergelijk project, wat zou het zijn? Begin, gewoon echt begin. Als je een idee hebt, als je een positieve verandering teweeg wil brengen, ga het doen. Er zijn zoveel mensen om je heen, als je goed gaat kijken, die diezelfde idealen hebben, waarmee we zoveel impact kunnen maken met z'n allen. Dus dat zou ik vooral meegeven. Gewoon begin met zo'n mooi idee, want wie weet waar het tot op uit kan lopen.